Ik ben Christian Schreefkerk, ben eigenaar van Bosreclame sinds 2015. Grafisch ontwerper, dat betekent dat ik me bezighoud met het ontwikkelen van huisstijlen, van logo's. We zorgen voor advertentiecampagnes, maar daarnaast ontwikkelen we ook websites en bouwen die. En alles wat daarbij komt kijken voor organisaties. We hebben niet specifiek een handtekening als Bosreclame. Wij kijken per project, per uiting, kijken we eigenlijk wat er nodig is voor die klant. Gaan we met de klant om tafel. Daarin proberen we te filteren wie de doelgroep is van de klant, wat die klant wil. Niet eens zozeer wat de klant wil, want wij zijn eigenwijs genoeg om te zeggen, je moet dit niet willen, je moet iets anders willen. Dus iedere klant heeft eigenlijk zijn eigen handtekening en dat is dat beeldmerk. Als lid van het CPG kregen we de uitnodiging om mee te doen met de pitch voor een nieuwe huisstijl. Dat vond ik leuk, want wij zijn ontwerpers, dus eigenlijk is dat wat wij het allerliefste doen. En we zijn er ook goed in. De communicatieplatform is een vrijwilligersorganisatie. Zodoende hebben wij gezegd, nou ja, wij hebben hier een nieuwe collega in dienst waarvan we de uren nog niet volledig kunnen vullen. En voor haar is dit een mooie ervaring om het hele traject eigenlijk vanaf nul mee te nemen. Zodoende hebben wij besloten om te zeggen, nou ja, wij willen graag meedoen, maar dan doet Naomi doet het. Nou, heeft zij een mooi project in haar cv staan of in haar portfolio. CPG is er ook bij geholpen en ik eigenlijk ook. Ik krijg een collega met nog meer ervaring. Het CPG is echt een kennisplatform en dat maakt het voor mij boeiend om erbij te zijn. Om deel van uit te maken, kennis te delen, maar juist ook om te ontvangen.